vandaag heb ik mijn favoriete ontbijtjes voor jullie verzameld. Wat ik het meest eet. Wat ik het lekkerst vind. Ik moet wel even zeggen het zijn kleine ontbijtjes. Want ik eet vaker ontbijtjes gedurende de dag. Dus wanneer ik opsta omdat ik best wel vroeg op moet staan voor de jongens. Tot aan 12 uur eet ik twee keer daartussenin. is dus soms een smoothie en wat crackers of een crackers en wat smoothies. Maar dat zie je nu later in de video voorbij komen. Maar ik heb ze dus niet alle twee gefilmd. Ik heb gewoon echt het begin de start van de dag. Wanneer ik haast heb en wanneer ik snel moet zijn. Oh ja wat ik nog wel even wil zeggen is. Vraag of jullie wil ik filmen wat, wat jullie op een dag eten zodat ik het in mijn video kan bewerken? Uh, weet je dat nog niet? Ik heb hier mijn Instagram link. DM me als je mee wilt doen, lijkt me super leuk. Ik wil ook super graag weten wat jij op een dag eet, dus don't forget to do that. En ja, nu gaan we door naar mijn favoriete ontbijtjes die ik het meest eet. En nu ook wanneer ik sport het meest eet. Dus let's start the video. We beginnen deze ochtend bij een wat lastiger ontbijtje. Nou lastig, wat meer ingrediënten. Ik heb hier pindakaas en havermout. Ik heb de goffe havermout, dus niet de fijne, want ik vind de goffe veel lekkerder. En je moet een klein kommetje hebben of een grote kom. Ligt eraan hoeveel je gaat maken. Wat kaneel en wat blauwe besjes, diepvriesblauwe besjes. En wat ik doe is er gewoon heel simpel in een schaaltje doen. Ziet er echt zo pretty uit. <laughs> en ik heb hier één eetlepel bloem. Dat zorgt ervoor dat het een soort van meer cham Constructie krijgen. Wat ik persoonlijk echt super lekker vind. En zoals ik al zei, het is best wel een uitgebreid ontbijtje. Dit hoor. En wat we dan gaan doen is de havermout in een bakje doen. Met één geprakte banaan erbij. En dat zorgt dan dat alles bij elkaar plakt. Want we gaan het taakje in de oven doen. Maar bear with me, we zijn daar nog niet. En we doen er ook nog lekker een hele grote schuit pinnakaas bij. Ik ben dol op pindakaas. Laat even weten of jij ook zo dol bent op pinnakaas. Als ik dat ben. Want ik love. <laughs> en ik heb ook nog kaneel erbij gedaan, en dat gaan we gewoon heel goed mengen totdat het een smeuige deegconstructie-ietsachtig wordt. Ik hoop dat je snap wat ik bedoel. Ik heb hier wat stevia bij gedaan, wat een heleboel stevia bij gedaan. Ik vind het lekker normaal zou ik gewoon honing doen, maar aangezien ik nu op dieet ben en in, in honing zit echt mega veel calorieën, dus ik hou het gewoon lekker bij de stevia. En ja, wat je gaat doen is gewoon het op je taartje wat je net hebt gemaakt. Dan pet je het nog een beetje, maak je het wat dunner. En dan doe je het in de oven op 180 graden voor ongeveer 15 minuutjes, maar soms ook 20. Zorg in ieder geval dat de bovenkant niet aanbrandt. En wanneer die uit de oven komt, is het een heerlijke, smeuige, uh, crumble-achtig taartje. Echt super lekker. En ik ben er echt helemaal dol op. En omdat ik op dieet ben, weeg ik alles wel af. Dus ik kan het gewoon hebben. Voor 355 calorieën in de ochtend is dit echt een toppertje. Is dinsdag en op dinsdag ga ik altijd sporten. Dus dan is het heel erg snel, snel, quick, quick. Dus geen lange ontbijtjes, maar gewoon lekker een simpele smoothie met mijn proteïne. En wat ik hier ga doen is een verse banaantje. Ik heb uh, 200 ml amandelmelk, ongezoet amandelmelk, één dadel erin gedaan. Want ja, ik vind dadels echt super lekker, maar er zitten ook heel veel calorieën in. Dus ik hou het gewoon lekker bij eentje. <laughs> en ja, daar hou ik het gewoon bij. Het is wel echt super lekker. Ik kan echt een hele pak dadels naar binnen snacken, maar ik ga dat maar niet doen. Pitje moet je er wel uithalen. <laughs> en we doen dan ook nog uh, een scoopje van je proteïne. Ik heb hier cookies en cream, volgens mij ja. En die is echt super lekker. En die is ook lekker zoetig. En met die dadel erbij is het allemaal heerlijk zoet. En dat vind ik echt mega lekker. Speciaal voor mijn workout. Love it. Dan kan ik echt wel de hele dag weer. De tegenaan tot aan lunch natuurlijk. Niet de hele dag, maar tot aan lunch. <laughs> en je moet natuurlijk altijd even lekker genieten van je eten en drinken sowieso. Altijd doen hoor. Yes, woensdag is de dag dat ik meestal twee ontbijtjes neem. En dit is echt super simpel. Een kind kan er was doen. Ik heb hier gewoon twee rijstenwafels of rijstenkrackers, hoe je het ook wil noemen. Ze zijn echt mega laag in calorieën. En je kan dat echt wel lekker tussendoor snacken. En wat ik doe, is lekker pindakaas erop met wat plakjes banaan. Uh, Pinnacaas en banaan vind ik lekker. Ik weet dat sommige mensen die vinden dat echt niet lekker vinden, maar ik ben helemaal dol erop. En ik doe er wat kaneel bovenop. En dat is dan eigenlijk gewoon mijn eerste breakfast of the day. Daarna neem ik meestal nog een smoothie of iets anders of een stuk fruit. Maar dit is wel echt halleluja voor mij. Ik vind het zo lekker. Zoals ik al net zei, ik ben echt een mega freak voor pinnakaas. MUZIEK het is donderdag en we zetten de trend even voor van het à la banaantje. En dit is echt mega simpel. Ja, je ziet het al. Een banaan door de helft snijden, pindakaas erop en een beetje aardbei erop doen. En dit is echt lekker. Maar dit is ook lekker als gewoon als snack tussendoor. Ik heb ze hier wat kleiner geschreven. En dan kan je ze gewoon met een in indoen en dan als snack gebruiken. Super simpel, super lekker. Love it! De smeuïgste havermoutpap ever. Dit is echt... Woehoe, echt lekker. Wat ik ga doen is gewoon wat havermout in mijn kommetje doen. Ik doe meestal zo'n 40 gram. Wat chiazaad, 2 gram meestal ongeveer een beetje. Het is echt de holy key, dat is kokosolie en scheutje erin doen. Want dat maakt het echt zo lekker romig en creamy. En dan doen we nog amandelmelk erbij. En dit gaan we gewoon op de pan zetten en lekker laten pruttelen. Ik laat altijd wel even lekker pruttelen. En als je klaar bent, heb je dan dit. Lekker. Meer serieus salade als ontbijt. Haha, dat is echt wel lekker hoor. Uh, ik haal meestal gewoon de kantklare dingen en wat ik dan ga doen is alles heel erg fijn snijden, zoals hier. Dit is gewoon kantklaar gekocht en er zit er wortel in en weet ik veel wat allemaal. En spinazie doe ik er ook bij. Die moet je altijd wel eventjes fijn snijden, anders is niet lekker hoor. Even kleine stukjes van maken. En één paprika doe ik erbij. En ja, dat is eigenlijk basically it. Voor de saus ga ik tahini of sesampasta. En wat ik doe is dat verdunnen met water, heel goed roeren en dan eroverheen. En dat vind ik echt super lekker. En wat ik ook nog heel vaak doe, is ook nog een, een pittig dingetje er tegenaan gooien. Want tahini is best wel romig van zichzelf. Dus deze hot sauce ben ik ook helemaal weg van. En dat doe ik er ook bij. En wat je dan kan doen, nog wat nootjes erbij voor de gezonde vetten. Prima en wat je ook nog kan doen is het op een broodje doen. Lekker broodje toasten of de gegrilde kipstukjes van Garden Gourmet. Die kan je bakken en ook erin doen. En dan heb je echt serieus een volwaardige salade die echt super lekker is. En je kan hem inderdaad ook in de ochtend eten. Vooral in de zomer is dat super lekker. En wat je ook kan doen is de salade in de ochtend eten en bewaren voor in de avond. De laatste dag van de week, zondag. En dan sport ik ook. Dus ook weer heel snel en heel makkelijk. En we gaan weer voor een smoothie. Maar dit keer doen we een smoothie met havermout. Ik heb 20 gram havermout. Die blend ik eerst zodat het fijn wordt. Eén dadel, die doe ik er ook bij. Dadels horen er gewoon bij klaar. En ik heb hier uh, diepvriesbanaan. Die had ik zelf ingevroren. En dat doe ik er ook bij. Het is een halve banaan, uh, by the way. En wat melk. En ja, dan doe ik nog mijn chocolade-proteïne-scoop erbij. En die is echt heel erg yummy. En ja, dit is dan mijn ontbijt voor ik naar de gym gaan. Dit was weer. Het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te geven en te abonneren. En dan zie ik jullie dinsdag weer bij een weekvlog. En dan zou ik zeggen, geniet van deze ontbijtjes. Ga je ze namaken? Vergeet me dan niet te taggen op Instagram. En die zie je nu voorbij komen. Let's of love. Doei doei!